We staan er nu in alle rust, maar als je de drukte wilt, dan is die ook zo voor het grijpen. Dat is het leuke van de metropoolregio Amsterdam. Het is een gebied wat verstedelijkt is. 2,5 miljoen mensen wonen er, wordt ook steeds drukker. Maar overal in de metropoolregio heb je op hooguit een kwartier fietsen en soms ook wel korter, heb je gewoon een landschap waar je heerlijk kunt recreëren, waar je kunt fietsen, waar je kunt wandelen. Zoals ook hier op de Westerheide, bij Laren. Alleen het interessante is aan die metropool Amsterdam, dat je heel duidelijk één hele grote stad hebt en dat is Amsterdam. Het is bijna als je handpalm. En vanuit die handpalm heb je een aantal vingers. Amstelveen, Amsterdam Zuidoost, Zaanstad. Het zijn beide de vingers van een hand. En het interessante is dat tussen die vingers, daar komt dat groen. Heel ver die stad in. Het is dus niet allemaal aan elkaar geklonterd, maar het is wel een stedelijk gebied waar binnen dat landschap heel erg zijn rol heeft. Nou, is dat bedacht? Dat is een beetje zo ontstaan. Alleen, heden te dagen, en dat doen we eigenlijk al enkele decennia, hebben we in de gaten dat het wel heel veel waard is. Het is wederom, het groen is het goud van deze metropool. Je zou bijna kunnen zeggen dat hoe drukker het wordt in die stad, des te waardevoller wordt dat landschap. En ja, is dat vol te houden? Er staat altijd druk op dat landschap. En dat betekent dus dat er ook ruimte gezocht moet worden voor bijvoorbeeld nieuwe woningbouw, maar ook nieuwe bedrijvigheid. Dus heel mondjesmaat zul je af en toe aan steden vast wel wat zien. Omdat ja, er moet ook gewoon tegen gewerkt worden. Maar dat hele concept van het landschap, dat willen we met z'n allen nog heel lang volhouden. Maar het staat onder druk, dat zeker. Het staat overigens niet alleen onder druk door die verstedelijking, maar ook in het gebruik van het landschap. Er wordt goed gerecreëerd, zoals goed te zien is. En dat wordt alleen maar meer. Bijvoorbeeld hier in het Diemerbos. Alle fietspaden en de wandelpaden die er zijn aangelegd, de bankjes die er zijn. Dus hoe meer waarde je toevoegt aan dat landschap voor de mensen in die stad, des te groter is de kans dat dat landschap en die natuur ook dat landschap in de natuur zullen blijven. Ik denk niet dat er iemand is in de hele metropoolregio Amsterdam die erover denkt dat je gebieden als deze vol zou moeten bouwen.